jongens, welkom bij een nieuwe Skyblock aflevering. Vandaag ben ik weer in mijn prachtige Skyblock wereld hier op mijn boom. Beter kan ik het ook niet maken, hier op mijn boom. Robin, hoe is het bij jou? Goed, maar ik heb meteen een vraag. Jij hebt meteen een vraag. Ik kwam vandaag op mijn eilandje, weet je wel. Ja. Ik ging lekker achter mijn computer. Ik startte de server op. Ik ging op mijn eiland en ik dacht... Huh. Wat dacht je? En normaal denk je van, ah, ik ben er weer. Ik dacht niet alleen maar huh door al die online spelers. Ja? Er loopt ineens een koe en een wolf op mijn eiland. Er loopt een koe en een wolf op je eiland? Ja. Hier loopt een of andere wolf zonder naam ook en zonder halsbandje. Maar hier gaat een koe. Kijk, dat is het ding. Vorige aflevering, jongens, hebben jullie het ook al gezien. Robin houdt ervan om vals te spelen. Die vindt het gewoon leuk om geld van anderen te ontvangen. En nu heeft hij ook in één keer een koe en een wolf. En wat zit ik hier opgeschreven met een stomme cake op mijn eiland die ik zelf heb gebakken? Ik heb ook een cake. Ja, die heb ik ook voor jou gebakken. Je krijgt alleen maar dingen van mensen. Ja, dat komt het eigenlijk wel op neer. Oké, maar Robin, vandaag heb ik weer een leuke planning gemaakt. Ik dacht, ik ga weer van alles doen en zo. Echt waar? Ja, ik heb een hele leuke planning. Ik heb vorige aflevering natuurlijk mijn Netherite Shuffle geregeld. Die heb ik door mijn daily item gekregen. Ja. Maar ik dacht, vandaag ga ik heel even in de shop kijken. En ik zie hier een X. Even kijken of er goede dingen te koop staan voor een goedkoop aantal... coins. Want ik heb natuurlijk nog een schulden bij Robin, jongens. Ik moet deze aflevering, Robin, wat was het, €1500 betalen. Ja, inderdaad. Dat was de schulden. Vind ik niet zo leuk, eerlijk gezegd. Ja, maar ja. Maar Robin, weet je wat grappige is? Nou? Ik heb van een willekeurig persoon, in één keer voordat we de opname starten, €1000 gekregen. Natuurlijk heb jij dat. Ja. Ja, nou, dat vind ik heel leuk. Vind ik gewoon lekker. Oh, ja, dat was het. Dat was het ook gewoon. Ja, nee, dat was het. Oké. Okay. Ja, nee, ja, bedankt voor deze informatie. Ja, geen probleem. Oké, jongens, laten wij mijn afleveringetje beginnen door even mijn schaar te pakken. En dan deze boom die ik hier heb, wil ik toch weg hebben. Ik vind hem net te dichtbij staan, om eerlijk te zijn. En ik heb het hout er zo gewoon allemaal nodig. Oeh, maar dat water ook, dus wacht. Hey, hardloper level omhoog. Kijk eens aan. Ja. Oh, ik spring gewoon van mijn eiland af terwijl ik begin met praten. Ik krijg elke keer een hartverzakking. Als je valt. Ja, dan denk ik, daar gaan we. Het is voorbij. Nee, maar wat ik vandaag ga doen, jongens, is hier het eiland een beetje mooier maken. Ik wil wat groter maken. Ik wil daarboven wil ik het huis ook vierkant gaan afmaken. Zodat dat het er niet uitziet zoals Max het vorige keer tegen mij een Hollywoodhuis noemde. Dat vind ik gewoon niet leuk als mensen dat zo noemen. En ja, ik wil begin gaan maken met een tweede eilandje, als het kan. Ik ben wel ook van mijn eiland af, sorry. Krijg je ook even een hartverzakking? Ja, ik faalde met een sprongetje, dus ik viel eraf. Ja, maar dat is het echt even zo wat doen. Dat is echt eng. Ja, ja. Dat je nou in één valt. Dat was echt even eng. Ik heb onbewust dit huis ook gewoon, hoe heet het? Vierkant gemaakt. Onbewust? Dat was helemaal niet mijn bedoeling eerst. Ja, ik geloof niet dat je dat onbewust hebt gedaan. Ik denk dat ik dat stiekem toch gewoon een beetje bewust heb gedaan. En toen ben ik mijn blaadjes aan het hakken. Dat mag je geloven, maar ja. Wie gelooft jou nou? Ja, ik. Oh. Oké, jongens, we gaan... ik hak deze boom vooral voor de leaves. Ik heb letterlijk de leaves nodig. Dat vind ik het belangrijkste van allemaal. En het hout is ook wel welkom natuurlijk. Ik bedoel, ik koop het, maar terwijl ik het eigenlijk beter gewoon lekker kan gaan hakken en zo. Dat is denk ik een verstandigere keuze. Oh, ik carve het hout. Oeps. Oeh, dat ziet er eigenlijk best wel mooi uit, gecarved hout. Goed om te onthouden. Oké, maar dan moet ik eerst dus nogmaals... Oh, dat water zit hierboven. Dat is niet handig. Dat is niet handig. Zo, nu is het hout daar water weg. Dan gaan we dit allemaal met een schaartje... Oh, mijn schaartje is stuk, dat meen je. Nee, nee, dan moeten we... We gaan niet verder. We gaan niet verder tot ik een nieuw schaartje heb. Het hele idee van dit was de leaves. Zonder de leaves ben ik niks. En Max, heb jij nog een leuk nieuwtje voor de mensen? Een leuk nieuwtje? Ja. We zijn nog maar 27.000 abonnees verwijderd van de 300.000 abonnees. Dus ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. Dat is een leuk nieuwtje. We zijn alweer dicht bij de 300.000 abonnees. Dat is toch gewoon een leuk nieuwtje. Dat kan toch geen leuk nieuwtje zijn? Dat is inderdaad wel een leuk nieuwtje. Ja, ik vind het redelijk leuk. Ik ben dood. Kijk mijn deathmatches. Probeerde nog hoger te klimmen, maar viel toen van de vine. Ja, ik viel oprecht van de vine. Ik niet leuk dit. Vind ik niet leuk dat ik zo ben dood gegaan. Nee, dat snap ik wel hoor. Arme jongen. Hey, spring is omhoog gaan, mijn springlevel. Doordat ik dood ben gegaan, ben ik beter geworden in springen. Oh, kom op. Ik heb bijna mijn... Ja, het is... Nee! Er gingen zoveel leaves in de void, zo zonde. Ik had eigenlijk een platform moeten bouwen dat ik alle leaves op had kunnen vangen. Nu ben ik er best wel veel verloren namelijk. Oké, Robin, ik heb wel iets meer dan 2 stack leaves. En daar ben ik wel heel blij mee. Daar kan ik wel veel mee. En als ik deze boom hak, heb ik ook weer lekker veel hout. Dus het is wel een succesvolle missie, maar hij had succesvoller kunnen zijn. Ja, maar jij hebt natuurlijk ook het geluk dat jij die grote bomen hebt. Dus daar heb je altijd wat aan, dus dat is altijd wel chill. Ja, maar jij kan toch ook gewoon die saplings een keertje ergens kopen of zo. Die kan vast wel ergens kopen. Ja, maar ik heb niks aan dat hout, Max. Ik vind dat lelijk nee, hout, duk. Max. Het is ook lelijk hout, maar het past wel in mijn stijl. Nee, van, jawel, Max. Een beetje. Wat zit je te maxen? Hou op met je Max. Max.
Oké, mijn boompje is bijna helemaal weg. Dan ga ik ook nog dit eilandje hier gewoon even slopen. Dan heb ik echt nog maar één boom. Mijn eiland is gewoon echt één boom. Weer niet. Dat is denk ik, heb ik even iets meer rust dan dat ik nu heb. Want ik heb nu niet echt rust met het gevoel dat ik gewoon zo... Ja, dan moet ik eigenlijk mezelf wel gewoon in de void hakken. Maar dat is dan maar even zo. Dan ga ik maar weer even dood. Dan gaan we, jongens. 1, 2. Hey, er is water hier. Nou, daar ga ik niet in vallen. Ik wil gewoon dood. Zo, hoppakee. Nou, jongens, we hebben iets meer rust. Het ene eilandje aan de zijkant is ook weg. Dus nu hebben we echt nog maar één boomeiland. En hoe wil ik dit doen? Ik denk dat ik het bruggetje weg wil halen en een soort parcours naartoe wil maken. Want ik was vorige aflevering met het bruggetje bezig en ik ben er toch niet tevreden over, jongens. Ik vind het niet leuk om een bruggetje zoals dit te hebben. Dus laten wij dit weghakken, zo. En dan gewoon hier een parcoursje van maken. Dat je altijd een parcours moet doen om naar mijn cobblestone generator te doen. Want ja, dan vermijden we mensen zoals Robin sowieso op dat eiland. Want hij kan natuurlijk gewoon niet parcouren. Maak me maar weer belachelijk. Dat is een beetje het idee van deze serie voor mijn gevoel. Gewoon jou belachelijk maken. Ja, volgens mij ook. Dat heb ik ook dat gevoel. Het maakt niet uit. Ook jij kan gebeuren. Ja, ik mag er zijn. Oké, en dan doen we zo. Hoppakee, dan zijn er twee verschillende... Oh, dan ga ik allemaal... Elk eiland ga ik los van elkaar maken. Dan moet je allemaal naartoe parcouren. Dat is echt leuk. Wat is daar nou leuk aan? Hoezo? Dat is gewoon leuk. Ik heb tenminste nog originele ideeën met je stomme Chinese tempel. Dit was echt nergens voor nodig. Waarom staat mijn island home zo vervelend? Dit was echt nergens voor nodig. Dit werd bijna gewoon gemeen. Ja, het was ook best wel gemeen. Ja. Alleen, ik heb ook een gemeen iets voor mezelf. Hoe kom ik nou weer? Ik kom niet op mijn goede... Ik zeg maar, ik moet mijn home zetten. Alleen, mijn home, die kan ik niet goed zetten. Slash island set home. Slash island home. Ja, nu kom ik wel goed. Oké, hoppakee. Laten we nu het parcoursje die kant op maken. Zo, ik ben ondertussen lekker het gebouwtje een beetje vierkant aan het maken, zoals jullie zien. Ben ik hier gewoon lekker... Ja, hoe moet ik dat eigenlijk makkelijk gaan uitleggen? Niet. Ja, dat is het beste, denk ik. Nog mooi. Ik ben heel blij dat je dat verhaal gewoon aan de kijkers hebt verteld. Ja, toch? Ja, dat was echt goed verhaal was dit. Ik ben er ook wel blij mee, moet ik zeggen. Dat was heel interessant, vond ik het vooral gewoon. Nou ja, dat is het wel. Want mensen snappen waarschijnlijk als ze bij mijn beeld meekijken, wat natuurlijk ook veel interessanter is, snappen ze wat de bedoeling is. Ja, is dat zo? Snap jij dat nu ook? Nee, ik snap er echt geen reet van. Ik ook niet. Maar maak het uit voor nu. Het wordt weer donker. Nee, voor nu maar. Wat moet je daar aan? Vervelend, hè? Ja, gewoon hopen op het beste. Hopen op het beste. Het is heel moeilijk om dit parcours een beetje goed te gaan maken. Zo, doen we die hier. Hoppakee. In principe is die zo al prima. En dan moet hier nog eentje lagen. Zo, kijk, als ik dan nu dit doe. Zo. Ja, kijk, nu hebben we redelijk... Ja, dit is best wel leuk, zoals dit. Dan even wat met vensters werken. En lenters die eronder hangen. Ja, Robin. Dit zijn allemaal goede ideeën. Ja, dankjewel. Ja, geen probleem. Kijk, en dan hier ook weer zo. Lengthen zie je die... Oh, dit is leuk. Dit zijn echt topdingetjes. Dan even moet ik daaronder zien te komen. Hoe ga ik dat doen? Zo. Dan moet ik nog lager zien te komen. Kijk, zo. Dan ben ik eronder. Dan hebben we weer een fence. En dan moet daar... Oh, dan moet ik nog eentje lager zien te komen. Dat is een beetje zonde van mijn liefst wat ik nu doe. Maar dat maakt niet uit. Kijk, hoppakee. Dit is leuk. Ik heb een mini parcoursje gemaakt. Vind ik leuker dan de brug dan... Ja, dit is veel leuker dan de brug, jongens. Dat had ik veel eerder moeten doen. Gewoon een mini parcoursje. Oké, Robin, dan is het nu tijd voor mij. Want ik heb even genoeg aan mijn eiland gewerkt. Nou, misschien dat ik nog wat meer dingen doe. Maar het is nu tijd om even wat geld te verdienen. Ik wil deze aflevering even rijk worden. Gewoon, nou, rijk even wat meer geld hebben. Dat snap ik, want je moet mij terugbetalen. Ja, dat. En ik wil gewoon geld hebben. Ik ben een beetje blut, ben ik. Ja. Zonde. Ja. En hoe wil je dat gaan doen, Max? Dan gaan we even goed kijken. Misschien heb ik wat waardevols wat ik kan verkopen op de markt. Ik ga gewoon allemaal dingetjes minen in het mining ice, of het mining island, Robin. Ja. En dan ga ik kijken of ik zulke goede dingen krijg dat ik beloning kan krijgen en of ik dat dan kan verkopen of zo, weet je? Maar mensen zijn mijn blokken aan het stelen, wat irritant! Hier, deze guy! Oké, ik heb het dakje nu een beetje afgemaakt en ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat er nu uitziet. Dus ik ga heel eventjes hier... Wat zijn jullie nou aan het doen? Die koe en een wolf. Jullie staan hier hoe komen die op jouw eiland? Ik snap dat nog steeds niet. Ik snap niet hoe die bij jou terecht zijn gekomen. Even kijken hoe dit er nou uitziet. Ik denk dat die nog eentje uit moet steken, daar. En dan ziet het er denk ik... Het ziet er nu heel gek uit. Het ziet er nu een beetje als een molen uit. Maar dat ga ik nog even aanpassen, dat het daar nog wat meer uitsteekt. Het is te druk hier, Robin. Ik ga toch niet minen. Oké. Het zijn toch te veel mensen. Ik ga chocobox verkopen. Oeh, dat is misschien wel een goeie. Ja, daar moet je wel gelijk in geven. Voor 2000 ga ik dat doen. Ja. Voor 2000 heb ik een shulkerbox erop gezet. Kijk of iemand dat gaat kopen. Ik hoop het niet natuurlijk. Ik zie namelijk niet andere shulkerboxes op de marktplaats staan. Of op marktplaats zelf. Dus ik ben benieuwd of iemand dat gaat kopen. Jongen, mijn ex is weer kapot. Verdorie.
Zo. Dan zet ik die andere er eigenlijk ook gelijk op voor ietsje duurder. Die zet ik erop voor 4000. Gewoon het dubbele. Ik heb er eentje voor 2000 en eentje voor 4000 opgezet. Oké. Stel het wordt verkocht, dan kan ik je gelijk afbetalen en heb ik nog steeds dikke winst. Ja, en ik heb ook winst. Ja, jij ook. Want jij moet gewoon... jij hebt 300 euro winst natuurlijk. Want ik heb 100... Wat was het? 1100 geleend van jou? Ja, 1100, ja. Oké, laat ik dan nu die Leafs even gebruiken, jongens. Want ik wilde het hier wilde ik het nog opvullen. Oh, wacht even. Dat zit niet goed. Ah, mijn ex is stuk. Nee. Dat gaan we gelijk even smelten. Oeh, dat ziet er heel raar uit, dit. Ik weet dat ik hierboven, jongens, boven dit plafonnetje hier... Oh, moet ik een nieuwe X maken? Daarom ging ik het smelten. Ah, weet je, doe even zonder X nu. Kijk, dit wilde ik nog helemaal opvullen eventjes. Dan ziet het er ik ietsje Ik heb een zombie minder... op mijn eiland! Ah! Een zombie? Waarom spannen er allemaal dingen op jouw eiland? Ja, dat is omdat ik gewoon normale gebouwen heb. Kijk, bij jou, jij hebt natuurlijk gewoon een eiland. Gewoon een ja, boom, ik heb lekker veilig. Bij mij is het lekker veilig hier, bij jou niet. Nee, dat blijkt maar weer. Oké, jongens, dan wil ik nog een eiland hebben. Dat wordt mijn farm-eiland. Ik heb nu namelijk gewoon een cobblestone generator eiland. Dat is niet goed genoeg. Ik wil nog een eilandje hebben aan de andere kant van dit hier. En daar komt dan mijn farm op. Ik wil een extra farm-eilandje hebben. Waar gaan we dat doen? Aan de andere kant hier. Gaat dit weg en dan deze gaat ook weg. Wacht, trouwens, ik kan sowieso, ik wou net zeggen, al een X maken. Hoppakee, hebben we een nieuwe X. Ik heb wel echt te weinig oors, dus ik moet binnenkort wel echt even een tijdje op het mining-eiland blijven. Ik heb die cake ook echt op een stomme plek geplaatst. Ik moet hem even opeten zo snel mogelijk. En ik ga je een beetje weghalen, want je kan hem toch niet logeren, hoe vaak ik het ook gevraagd heb. Je hebt het maar één keer gevraagd. Ja, maar je kwam niet. Nee, dat klopt. Zo mijn best gedaan. Dat is niet waar. Jawel, ik heb helemaal een lekker bedje voor je gemaakt. Ik ben geen één keer langsgekomen om te zeggen, om te komen slapen of zo. Klopt. En ik ben er blij mee. Ja, dit is lastig. Dit is lastig. Misschien laat ik het wel zo. Oké, gaan we hier een parcoursje maken naar de andere kant. Dan komt hier komt ook een trapdoor zo. En ik denk dat ik hier ook nog een trapdoor wil doen, zo. Om het af te sluiten. En waarschijnlijk hier ook nog een trapdoor. Ja. En hier ook nog een trapdoor. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, mijn chocobox van 2000 is gekocht. Yeah! Ik kan je terugbetalen en ik heb dikke winst. Natuurlijk. Slash P. I cook bacon. 1500. Hoppakee. Dankjewel. Ik heb 1500 naar je overgemaakt. Dus dan heb je ook mijn dingen terugbetaald. En dan heb jij gewoon... Ik heb gewoon winst op de chocobox. Het is niet te geloven, jongens. Nee, je hebt geen winst op de chocobox. Jawel, ik heb hem voor 2000 verkocht, dus uiteindelijk heb ik 500 euro gewoon erop verdiend. Omdat ik natuurlijk nog die schuld had bij jou. Oh, zo bedoel je. Nee, dit ziet er allemaal niet uit. Oh, jongens. Wat erg dit. 1000 ontvangen van Olly, waar ik de goden heb geholpen, Robin. Nee, iemand had 1000 euro overgemaakt. Vorige aflevering kreeg jij alleen maar geld voor mensen. Deze aflevering zit het met mij mee. Ze hadden er niet op vragen. Nee. Ik ga even het parcours gaan we een beetje leuk maken. 1000 euro dit. Ontvangen van Oliwalibi. Nee, nee, jij hebt ook ontvangen. Hoppa, nee. Hij dacht, jij en ik moeten allebei. Ik ga meteen op mijn bank storten. Ik heb niemand even een chocobox van 4000 euro gekocht. Nee. Yes, ik heb 6000 bij de 7000 nu. Nee. Ja, dus dan ga ik ook heel veel op de bank zetten. Hoe kan dat nou? Ik ga even kijken hoor. Uiteindelijk wil ik op de bank hebben 4000. Hé, hey, dat heb ik ook, 4000. Echt? Ja. Maar dan doe ik 5000 erop. Ja, maar hoeveel geld heb jij dan nog? 1800. Ik 2000. Oeh, heb jij meer... Nee, dat is niet, want ik heb gewoon 5000 op het ding staan. Ja, ik 4. Ja, dat klopt het toch niet? Laat maar zitten. Ik ga experience storten op mijn eiland. Ja, ik ga gewoon heel veel XP op mijn eiland storten. Kijken wat er dan gebeurt. Mijn eiland level moet omhoog. Ik heb nu allemaal XP. Ik heb echt 49 levels en daar heb ik helemaal niks aan. Ik ga ze allemaal in mijn eiland stoppen. Alle levels. Oké, ik heb nog maar 38 levels. Inmiddels heeft mijn eiland heeft al bijna 3000 experience erin zitten. Slaat helemaal nergens op. Dat ten eerste. Waarom? Omdat jij met het mine eiland al die levels hebt gekregen. Ja. Maar dat is nu uitgezet. Ja, maar daar heb ik nog gewoon een voordeel van van het verleden. Een voordeeltje van het verleden. Ik ga heel snel, Robin. Mijn levels gaan langzaam naar beneden. 18, 17, 16, 15, 14, 13. Het gaat heel snel. En ik heb geen levels meer. Ik heb allemaal levels opgemaakt. Ze zitten allemaal in mijn eiland. Oké. Nou, wees daar blij mee. In de tussentijd moeten wij ook verder met mijn dingetje verder maken. Mijn parcoursje naar het volgende eiland. Daarvoor heb ik even wat random blokken nodig waarmee ik kan bouwen. Dat gaan we even niet met dirt doen, want dat heb ik zo meteen weer nodig. Leaves hebben ze ook zonde om te gebruiken daarvoor. Laat ik even wat steen hakken. Ik heb daar gewoon even wat cobblestone voor nodig. Kan ik dat namelijk gewoon gebruiken en als het in de void valt, boeit het me niet. Het voordeel, jongens, uit die cobblestone generator is, je krijgt natuurlijk cobblestone, maar je krijgt ook bijvoorbeeld, zoals nu, ijzer eruit. En kool krijg je hier eruit. Nog een keer kool. En dit kan je ook upgraden later, volgens mij, met heel veel geld in eilandkristallen. Ja, maar we hebben alleen nog niet zoveel geld, weet je? Dat is een beetje een ding. Nee, precies. Ik begin inmiddels, moet ik zeggen, Robin, wel iets rijker te worden, maar nog niet rijk genoeg. Ja, maar dat komt... Nee, maar... Nee, dat... Nee. Weet je, nee. Dat komt wel goed.
Dat, Wat, ja. Hoezo komt wel goed? Dat komt wel goed, dat ga ik alleen maar zeggen. Meer zeg ik er niet over. Ja, doe maar weer zo. Ik heb in ieder geval genoeg cobblestone, ik ben er tevreden mee. Even kijken, ik heb nu als het goed is hier bovenop... Ja, kijk, het begint steeds meer vorm te krijgen. Daar moeten nog, ja, in die raampjes moeten natuurlijk nog wel fences. En als dit straks helemaal af is met ook een omgevingje en alles... Dan is dit natuurlijk wel gewoon echt wel een, ja, toch wel Aziatisch... stijl-ish-achtig. Ik ben er niet helemaal tevreden nog mee over. Het klonk heel, heel zelfverzekerd, klonk dat. Ja, maar dat maakt niet uit. Alsof je 100% zeker wist dat je dit wilde. Nee, maar de omgeving die gaat het doen. Dat weet ik zeker. Ja, oké. Dus dat is belangrijk. Ja, precies. Dus wat ik nou ga doen, is dat ik het eiland een beetje nog een keer ga uitbreiden. Ja. Maar dan een beetje op zo'n manier dat het echt zo'n eiland is, zeg maar. Dus ik ga overal een beetje dirt plaatsen en dat hoeft natuurlijk... Dat is niet helemaal wat je bedoelt. Nee, maar dat maakt het niet uit. Dat hoef jij ook niet te snappen. Jij ziet mij Nee, dat snap ik. Ik hoef het niet te snappen. Ik wil het eigenlijk ook helemaal niet snappen. Nee, ja. Nou ja, hou dan ook gewoon op, weet je. Hé, hey, mijn parcoursje is bijna klaar. Nou, mijn parcoursje is zo goed als klaar. Nou, waarom doe je nou weer zo? Omdat ik nu bezig ben. Ja, oké, jij bent even bezig. Weet je, ik ga gewoon. Hoezo, jij gaat gewoon? Ja, ik ben er klaar mee. Je bent er klaar mee, je bent er helemaal niet klaar mee. Jawel, ik kan er niet meer tegen. ik ga je gewoon verlaten. Ik zou zeggen, ja? Je doet het maar lekker zelf allemaal. Ik doe het maar lekker zelf, maar ik doe ook mijn eilandje zelf. Ja, nee, maar kijk... Ik ben natuurlijk hier het kijkcijferkanon. Oh, ja. En dat snap je volgens mij nog niet helemaal. Nee, ik denk het niet. Nee, dus ik zeg gewoon doei. Oké, nou doei. En kijk trouwens, mijn eiland is wat groter. Ja, dat zie jij niet, maar mijn eiland is nu wat groter. Als ik straks terugkom, dan is alles groen. Dan ga ik een boompje plaatsen, mooie boompjes, en dan wordt het leuk. En nu zou ik zeggen... Hey, je bent op mijn eiland, gezellig. Ik ben binnengedrongen. Ik eet je cake op. Helemaal niet. Dat kan je helemaal niet eens. Wel. Zie je? Waarom kan ik dat nou niet? Ik wil echt een stukje wacht, cake. Wacht, sorry. Ik vertrouw je. Ik vertrouw je op mij. Nee, mijn cake. Ik vertrouw die. Nee, ja, oké. En dan een stom parcours. Hoezo? Dit is het parcours naar het andere eiland. Nou, dat heb je goed gedaan. Dankjewel. Maar doe nou niet alsof je het leuk vindt dat ik er ben. ik ga... En je doet het maar lekker zelf deze video. Oké, doei. Prima. Dag. Oh, hij is echt weggegaan. Nou jongens, Robin, heel eerlijk gezegd, die moest gewoon gaan, waren afgesproken. Je kan een halve aflevering meedoen en daarna ga ik wel in mijn eentje verder. Kan gebeuren natuurlijk. Dus laten wij deze aflevering even afmaken zonder Robin. Ik wil daar nog mijn eilandje maken, dus laten we dat ook even doen. Ik heb daar genoeg dirt voor om überhaupt mee te beginnen. Dan gaan we met cobblestone even die kant op bouwen, zodat wij in ieder geval vanaf hier het eilandje kunnen bouwen. Zo. Oh, en ben ik blij met de schep die ik heb gekregen, jongens, vorige aflevering. Gewoon een goede netherite schep. Dat is zo goed. Daar ben ik zo blij mee. En dit wordt mijn farm-eiland. Dus deze mag ook wel ietsje groter. Ik wil hem niet mega klein hebben. Als we hem te klein maken, kunnen we namelijk niet echt een leuke grote farm bouwen of zo. Of zou ik hier mijn chestroom-eiland maken? Dat is misschien ook wel handig. Ik denk dat farm-eiland niet zozeer nodig is. Want we kunnen altijd wel gewoon de kit farmer claimen. En een goede chestroom zou wel heel fijn zijn. Die heb ik namelijk nog niet echt. Laten we heel even in de shop kijken of ik daar de goede dirt kan kopen. Of misschien dat mensen het al in de, op marktplaats verkopen. De shop is namelijk van de server zelf. En marktplaats is van de mensen die het spelen. Dus hier verkopen mensen hun eigen spulletjes. Maar ik zie niet echt iemand die gras of dirt aan het verkopen is. Dus laten we het gewoon maar in de shop halen. Nou, gras is veel te duur. Laten we maar gewoon dirt halen hier. Kopen we een stack dirt en that's it. Dan sluiten. Oh, eigenlijk wilde ik nog terug, want ik wil nog één grasblokje kopen, zodat het langzaam uit zichzelf gras kan worden. Ik heb heel veel reacties gehad over dat jullie het dom vonden dat ik vorige keer namelijk heel veel gras had gekocht. Terwijl ik beter gewoon één gras kon kopen voor de rest dirt. Dan kwam ik veel goedkoper uit. Dus dat accepteer ik dan maar ook, hè. Ik heb het ook maar te accepteren. Ik wil deze echt lekker groot hebben, jongens. Gewoon echt een lekker groot eiland. Ah, jongens, we hebben een probleem. Ik zit de hele tijd in te vallen door de void. En ik snap het maar niet. Ik denk, ik kan mijn blokjes maar niet plaatsen. Maar het ding waar wij tegenaan lopen. We zijn op de border gekomen van mijn eiland. Ik kan niet verder bouwen. Kijk, als ik naar mijn eilandmenu ga. En dan naar de border. En ik zet de border even bijvoorbeeld op rood. Kijk, dan kunnen jullie zien, dit is het randje. Groter dan dit heb ik niet. Dus daar hebben we wel een probleem mee. Dus zou ik eigenlijk mijn eiland groter moeten maken. Of even moeten anticiperen op de situatie. Want dit is wel heel vervelend wat ik nu, waar ik nu tegenaan loop. Dat ik zeg maar mijn eiland misschien te ver heb gebouwd. Dat ik hem dichterbij moet bouwen. Ik denk dat we dat dan ook maar gaan doen. En dat we hier dan het randje gaan bouwen. En dan hopen dat er niet te veel in de void valt. Dat het zo zonde zijn van het dirt. Oh nee, er valt wel heel veel door de void. Zonde. Dan kunnen we in ieder geval dit doen. Hier dan is hij al ietsje groter. En dan dit, ja helaas, sorry Lantern. Maar we gaan je naar beneden laten vallen. Hou ik heel even mijn border aanstaan. Zodat ik een goed referentiepunt heb van hoe ver ik nog kan. Oh, dan is het dirt alweer op. En dan heb ik echt dirt verspild, jongens. Het is heel veel in de void gevallen.
Nou, dan kopen we nog wel even een beetje bij. Ik heb toch wel wat redelijk wat geld deze aflevering kunnen bemachtigen. Hier kopen we gewoon nog een stack. Kijk, zo, dan vullen we het op. Dat grasblokje staat er nog hartstikke mooi. En dan is dit nu de vorm van ons nieuwe eiland. Helemaal top, of niet? Ja, het lijkt wel een beetje op mijn brein of zo op deze manier. Zetten we de borden wel weer uit, want ik vind het lelijk als je die borden de hele tijd ziet. En nu is het parcours wel een beetje random, moet ik zeggen. Dus laten we die heel even aanpassen. Doen we hier een blokje zo. Ah, mijn pickaxe is weer stuk. Stom. Oeh, maar daar heb ik een idee op, jongens. We hebben een goed idee, heb ik daarvoor. Kijk, doen we hier zo. Hoppakee. En dan... Ja, dit is voor nu al voor prima, dit, weet je. Moeten we wel nog even zo'n mooie lantern onder. Dat gaan we doen. Even door hierheen te springen. Hierop te klimmen. Hierheen. En dan... Of alleen heel even zo. Dan heb ik een lantern en dan heb ik een fence. Dan hoef ik alleen maar zo. Zo, hoppakee. Oeh, alleen mijn pickaxe is stuk. Weet je wat we dan doen? Gaan we naar het mine-eiland. Niet om te gaan hakken deze keer. Maar dan kan ik altijd een gratis pickaxe. Kan je daar om de 24 uur claimen. En dat gaan we dan gelijk eventjes mooi doen. Hier, kijk, kan ik hier een gratis pickaxe krijgen. Hoppakee, gratis pickaxe. Helemaal top. Kunnen we die blokken hier weer weghakken. Oeh, ik wilde hier trouwens helemaal geen farmland van maken. Ik wilde hier een chestroomland van maken. Gewoon al mijn kisten wilde ik hier plaatsen. Maar hoe ga ik dat mooi doen? Weet je, dat kunnen jullie even achterlaten in de reacties, jongens. Ik heb er nu een eiland van gebouwd. Maar misschien dat hij dan toch nog ietsje kleiner kan. Op een bepaalde manier. En dat we dan hier al mijn kisten kunnen gaan plaatsen. Maar dat is aan jullie om nu in de reacties achter te laten. Hoe moet ik mijn kisteneiland bouwen? Laat het me alsjeblieft weten. Ik zie dat heel veel mensen goede tools hebben gekregen. En ik denk op Marktplaats. Dit heeft heel even heel wat anders weer. Maar ik denk dat deze mensen die gekregen hebben door te vissen. Als je namelijk gaat vissen, dan krijg je af en toe een schat. En mensen verkopen al die spullen en zo. Dus ik ga denk ik ook heel eventjes vissen. Kijk, hier, al die mensen zijn hier aan... Kijk hoe druk het is! Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Jezus, volgens mij zijn 11 of 12 mensen aan het vissen. Laten we er gezellig bij staan. Ik ga ook vissen. Ik krijg alleen maar geld trouwens van opa Piet. Dankjewel, opa Piet. Zo, laten wij ook lekker vissen. En dan hoop dat we dan... Want je kan daar geheime schatten vinden, jongens, in het water gewoon. Hoe leuk is dat? Ik heb een boekje van iemand gekregen. Oeh, schat gevonden. Een pickaxe. Dit is precies wat ik bedoel. Ik heb letterlijk een pickaxe gekregen. Als allereerste schat. Oh my days, of niet? Heb ik die niet gekregen uit de schat? Jawel, volgens mij wel. Wat? Wacht, we gaan hier even vissen. Dan zie ik duidelijk dat het voor mij is. Dit is precies waarom ik hier sta, jongens. Hier, een puffervis, dat maakt niet uit. Het gaat om het idee dat we gewoon even goede tools hieruit kunnen krijgen. Hey, level omhoog. Ik heb een boog gekregen. Oké. Ik heb allemaal boekjes ook inmiddels. Dit gaat goed, jongens. Dit gaat goed. Ik wil eigenlijk ook nog even stiekem gewoon een goede axe. En dan ben ik al helemaal tevreden. Dan heb ik gewoon goede spulletjes. Het is zo grappig, jongens. Kijk ons nou met z'n allen hier gezellig vissen. Dit is toch gewoon veel te leuk om te zien. Iedereen is hier gezellig aan het vissen. En op een gegeven moment, ik krijg ook heel veel normale dingen die je gewoon helemaal niet nodig hebt natuurlijk. Maar ik ben hier echt voor die schat gewoon. Ik hoop dat ik die hele goede schatten krijg. En jullie kunnen natuurlijk ook gewoon joinen, jongens. Oh, ik heb een vis op mijn... Oh, nee. Oeh, schat gevonden. Een diamond! We hebben een diamond gevonden. Dat is top. Maar wil je nou ook deze server joinen, jongens? Dan hoef je alleen maar dit IP in te vullen. Dan kan je ook meespelen op deze Skyblock. Het is helemaal gratis. Gewoon lekker meedoen. Ben je nou op Bedrock, dan moet je even deze poort erbij doen. 26006. Moet je even gewoon erbij invoeren. Speel op je computer, dan maakt het allemaal niet uit. Dan hoef je alleen het IP in te vullen. Dan kan je gewoon lekker meedoen. Kan je ook met ons hier allemaal vissen. Ik heb een nieuw zwaard gekregen. Sharpness 3, Unbreaking 3. Maar die had ik al, dus die kunnen we mogelijk gaan verkopen. Alle overige schatten die ik krijg, jongens, van het vissen, die gaan we gewoon lekker verkopen. Zet hem gewoon op Marktplaats in de hoop dat iemand het ooit koopt. Hey, botten en ik ben een level omhoog. Oké, maar botten heb ik niet zo heel veel aan. Maar level omhoog is altijd fijn. Ik heb inmiddels al 22 vissen gevangen. Dat kan je daar zien, jongens. En van die 22 vissen heb ik gewoon een paar schatten tussendoor gevonden. En voor de rest alleen maar gewoon lekkere visjes. Hey, we hebben een goede schep. We hebben een goede schep. Oké, maar dat kunnen we ook allemaal verkopen. Nog 3 vissen wil ik vangen. Of 3 keer iets vangen. En dan gaan we stoppen en gaan we dingen verkopen. 1. Oké, nog één laatste dingetje. En gewoon nu een vis namelijk. En het was kool en hij heeft het opgepakt. Nou, weet je, maakt niet uit. Je mag de kool hebben. We hebben in ieder geval 30 visjes gevangen. Of 30 keer iets gevangen. Best wel wat rewards. Dus laten we het allemaal even op Marktplaats zetten. Dat kan je natuurlijk doen door slash Marktplaats te typen. Maar ik weet ook toevallig dat het daar in de lobby... Ja, kijk, daar staat hij. Daar staat de Marktplaats meneer hemzelf. Maar ik ga het lekker gewoon via dit doen. De schep hou ik. Het zwaard niet. De enchanted boek hou ik niet. De boog hou ik wel. Dit boek hou ik niet. Nou weet je, de shovel ga ik ook gewoon verkopen. Dat hoef ik niet. De shovel zetten we er voor 1500 op. Het zwaard zetten we er ook voor 1500 op. De boeken zetten we er allemaal voor 1000 op. Het zijn namelijk niet hele bijzondere boeken. En dan gaan we terug naar mijn island home. Zo, nou jongens, dan vind ik het helemaal mooi. Heb ik een mooie pickaxe, heb ik alles op de marktplaats gezet. Als we even goed kijken, zoals dit. Ja, kijk, hoppakee. Marktplaats is helemaal top. Het staat erop. Ik ben benieuwd of mensen het gaan kopen. Misschien zien we het volgende aflevering wel. We gaan het zien. In ieder geval, voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Reageer eventjes. Welk eiland jij leuker vindt? Het eiland van Robin of mijn eiland? En dan nu...
Hoepazja! Kijk, lekker deze video is namelijk het vorige Skyblock deel. Heb je deze nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Dan ben je er helemaal up-to-date over alles wat er gaande is in Skyblock. En dan nu spreek ik later, glaasje water. Vier flesje bier, tot de volgende keer!